doe je. Rendieren zijn shopdieren dit. Shop er lekker met je mee. Ja. Oh nee, het zijn wel rendieren. Oh. Kijk maar. Ja. Je hebt nog maar twee korte antennes hier. Nou doe. Hoppa. Winterwacht, in winterkleuren. Denk dezelfde van gisteren. Nou ja, ook diezelfde spierwitte. Helikoptervlucht. Yes, yes. Echt, ja, ik weet niet of het schitterend was, maar de beelden waren in ieder geval schitterend. Ja, helemaal gaaf. Oh ja, en niet te vergeten, dat hebben we gisteravond. Gisteravond zijn we in het frietkot geweest. In het frietkot. Lekker patatjes, frikadelletje, bitterballen natuurlijk. De bitterballen. Helemaal perfect. Dus nou ben ik geen bitterballen meer. Nee. Jammer. Jammer, je. Maar we hebben nog wel bitterballen bij. Ah, dat hadden we niet gezegd. Geintje. Hey, we zijn onderweg en we hebben een ritje van 240 kilometer voor de boeg. Maar dat weten we nog niet precies. We hebben er wat ingezet, een beetje die kant op. En, we zien het wel. Aan het begin van het filmpje zagen jullie natuurlijk, normaal begin ik altijd met hallo en zo. Maar nu zagen jullie rendieren, want we zijn vanmorgen weggereden. We hebben nu al, kijken. Twee of drie keer op de weg. Een stuk of acht of zo, hè? Ja. Dus lopen er genoeg in de ronde. Dus eventjes een beetje rustig aan rijden. Op naar de volgende plekje. U komt aan op uw bestemming na 300 meter. De rest moet weer plat zijn, kijk. Goed zo. Ze willen niet dat we komen. Spoed maar uit. U heeft uw bestemming bereikt. Bedankt. Snelheid in trafiek met stilstand. Kijken. We zijn bij de Gammelstad Kerkstad. De Gammelstad is erg gammel. De weg is afgesloten. Daar staat de camper. De toeristen zijn er niet meer. De weg is opengebroken. De shop is dicht. Alles is dicht getimmerd. Dus. Zelfs er zitten zelfs houten dingen voor de ramen. Dat zullen ze gedaan hebben voor bescherming, denk ik. Maar ja, we gaan lopen er wel even doorheen. Is niet goed, horen we het wel. Wat kun jij ons vertellen over de Gammelstad? Wie ik? Niks. Ik weet er niets van. Oh. Nou, dat is niet zo mooi. Ik weet er wel iets van, maar of het helemaal waar is, weet ik niet. Vroeger, in lang vervlogen tijden, gingen de mensen naar de kerk. Maar die woonden overal omheen. Dat je natuurlijk nog geen snelwegen, geen auto's, helemaal niks. Dus die kwamen op vrijdagavond naar de kerk. Ik denk, kom auto aan. Vrijdagavond naar de kerk, maar hadden ze geen tijd meer om naar huis te gaan. Want ze maakten er een heel weekend van, zeg maar. Omdat het zo ver reizen was. Dat heb ik me laten vertellen. Hebben ze allemaal kleine huisjes. En die mensen leven dan het weekend hier. Zaterdagavond. En dan gingen ze zondag lekker naar de kerk. En dan zondagavond weer naar huis. Of maandag.
Ja, zoals je kan zien, is de gommelstad nu wel heel erg gommel. Ja, daar dat zijn allemaal kleine huisjes en daar staat denk ik die kerk. Maar ja, het is wel bizar. Kijk, Jacques, daar kan je zien, hebben ze de weg opengebroken. Dan kan je zien wat er onder de weg ligt. Zie je? Gewoon allemaal stenen. Bizar, want die hebben ze er nou in gegooid, ken ik als ondergrond. Geen idee, maar we zijn snel klaar hier. Gommelstad. Bedankt. Gommelstad kun je gewoon overslaan. Want er is geen hol meer aan. Zo, even plat gezegd. Maar goed, we zijn er toch geweest, hè? Kun je toch afvinken van onze bucketlist? Waar ik toch in de buurt? Nou ja, in de buurt. Waar maar 300 kilometer verwijderd. We moeten maar 300 kilometer voor te rijden, joh. Ja, is er vol best mee. Goed, nou, we gaan weer een stukje rijden. We gaan naar Lulea. Camperplaatsje. Even een plekje zoeken voor de nacht. Centrum voor Rotterdam. Oh nee. Centrum voor Rotterdam. Kijk naar nou, alle mensen. Het is wel even wennen als je 2 weken lang een auto tegen bent gekomen. Dat is bizar. Hoe heet het ook weer hier? Lulea. 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 Ik vraag me af waar we terecht komen. Maar... Ik ook. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Ik ook niet. Waanzin. U heeft uw bestemming bereikt. Is dat een Qatar die we hebben? Qatar, Qatar, nou, dat is een apart dagje. Eerst naar Gommelstad. Dat was dus echt helemaal niks. Echt gommel, geen moer. Toen zijn we doorgereden naar Lulea. Een plekje. Nee, dat was echt helemaal niks, beviel ons niet. Toen naar de officiële camperplek, die was vol. Toen naar een plek aan de E6 zelf, ook niks. Kijk, en nu staan we een stukje van de E6 af. Daar rijdt hij op een camperplaats, betaalde. Dat doet wel een beetje pijn hoor, maar ja. Even aan de stroom dan maar, dan water de hele ding mag. Het is even niet anders, want we zijn het echt spuugzat. En die dagen heb je wel eens. En wie komen wij tegen? Kijk, heb je hem weer, Knausie. Gewoon toeval. We wisten niet dat ze hier stonden. Maar ja, morgen gaan we, we hebben besloten hier langs de kust. E10, E6, ik weet niet, E6 is geloof ik. Vinden we helemaal niks. Dus, we gaan morgen weer het binnenland in. Dit is echt, nee, dit is niet ons ding. Dus, maar ik ben even aan het lopen, want ik moet gaan betalen. Dus dat gaan we eerst even doen. Nou, hier staan we op de camperplaats. Mooi met kunstgras. Stroompalen erbij. Ja, gisteren was het natuurlijk even een beetje chaos. We konden geen goede plek vinden. We zijn uiteindelijk hier terecht gekomen. Betaal 20 euro voor een nacht. Inclusief stroom. Ja, water vullen, het hele programma zeg maar. Onderweg, als je onderweg naar de Noordkaap bent, dan rij je dus over deze weg die je hier ziet. Dan is het natuurlijk wel een ideale plek om te overnachten. Stel je hebt geen zin om lang een plek te zoeken, dan rij je gewoon hierheen. Ja, wij gaan inpakken, we gaan even gas tanken. Er zal niet veel ingaan, maar het moet er wel in. Lekker hè?
kijken of hij door zijn as gezakt is. Dan gaan we verder. Hallo, goedemorgen. Bijna middag al. We zijn een beetje laat naar tweeën gegaan. We hebben alles weer vol. We hebben vol, nou niet alles vol, vol water. We hebben een watertank geloosd. Aan. Toilet geleegd. Ja, leeg. Gas getankt. Gas getankt, LPG. Kost volgens mij ongeveer een euro per liter hier. Dat is alweer goedkoper als bovenin. Dat was volgens mij 21, 32. In Pitea. In Pitea. En dat is mooi, dat is gewoon zo als je thuis gewend bent. Hup, ding er aan. Diesel is weer vol. We zitten niet meer op de E4 langs de kust, want ja, hij had het gewoon helemaal niks. Het is net of ik de A15 rijd, zeg maar. Dus we hebben eigenlijk de eerste beste afslag van Pitea weer het binnenland in. Daar rijden we nu op. Dan gaan we een klein stukje binnenland in en dan gaan we zo een beetje weer afzakken. Dus dat is een beetje waar we nu hangen. En hoe warm is het? 15 graden. 15 graden. Meter of 4. Ook mensen te werk. 15 graden, ja. En we gaan weer aan het knallen. Ja. Hallo. Dat is niet zo netjes, ik heb een snoepje in mijn mond, maar we staan hier op een plekje, een rastplaats, een rustplaats. En hier staan we met de camper, bij een oude smederij, of een oude zagerij, sorry. Ja, is niet meer bewoond, niks. Nou, daar. We hebben nog een stookhut, picknickbankie, speeltuintje is er, water voor mazzel, veel wind vandaag, dat hoor je wel denk ik. Maar op dit plekje schijnen elanden en rendieren gewoon langs de camper te komen lopen. Dus nou, even een stukje wandelen, kan hier ook overnachten. Maar ik hoorde net al elanden maken een beetje apart geluid. Of een rendier, ik weet niet, maar er kwam in ieder geval een raar geluid hier uit de bomen. Dus we zijn benieuwd, mooi plekje. Kijk, hier houden we van. Beter als langs de snelweg. Er zit daar een rendier. 99% zeker. Jacques weet 99% zeker. Maar het beweegt voor geen millimeter. Ja, lopen maar. Ik ben ingezoomd, dus hij beweegt een beetje. Daar bovenop. Oh ja, ja, daar gaat hij bewegen. Oh, kijk, komt er nog een. Nog een rendier. Goed. Ik zie nog meer bewegen. Eentje gaat van links naar rechts. Kijk. Ja,
ook de andere kant op. Kijk, er ligt een heel kleintje bij. Zo, 1, 2, 3, 4. Witte. 5. Het is jammer als je inzoomt dat hij niet zo scherp meer is. Goed gezien, Jackie. We hebben hier vlakbij de camper. Kijk, daar staat de camper. En een soort meertje. Met bagger. Maar als je in de bagger kijkt, staat helemaal vol met sporen van elanden, rendieren, ik weet niet wat. En van mazzel. Dus we zijn benieuwd of er wat gaat komen vanavond. Waar zit maat? Is het wat? Kijk maar naar zijn poot. Ja, helemaal zwart. Mooi plekje. We kennen ze stellen, joh. We gaan hier dus gegarandeerd nog wild zien vanavond. Ik weet het 100% zeker. 100% zeker. En kijk, wat is dit? Kijk, ik zal het even vertalen. Ik ken heel goed Zweeds. Het oudste gedeelte van de zaagmolen was in 1870, 1878. Nou, heel verhaal in ieder geval. Het is in ieder geval een oude zaagmolen. Kijk, het is makkelijk te lezen. Mooi plekje. Ik weet alleen niet wat dit betekent. Ik heb even gekeken. Vertalen betekent belofte. Ik heb geen idee. Is onze medekampeerder zijn bord vergeten. Maar ik zit aan het deurtje. En ik kan hier gewoon naar binnen, joh. Is dat nog wat? Guestbook. Gaan we zo eens even kijken. Hehehe. Een spookhuis. Ik heb dieren. Oh nee. De deur stond al open, zag je dat niet dan? Oh nee. Lekker enthousiast ook. Ja, kijk. Hier nog wat. Die is broken. Dus die moet je niet aandoen, want dan ga je kapot. Dat is toch gaaf, hè? Kijk nou, joh. En gewoon een oud huisje. Hier een lokdoos. Gastenboek. Een stickertje in plakken, even lezen, vind ik wel leuk, even meenemen. Ja. Hoe lang zou dat in Nederland meegaan, zo'n huisje? Huh? Ik ken ook nog naar boven. Ik zou wel weer wezen. Hallo? Ik zie niks. Ja, dat geloof ik wel. Nog vleermuizen. Goedemorgen. Ja, maar ook goedemorgen zeggen. We hebben lekker geslapen. Geen wild gezien. Ik heb wel gehoord vannacht. Zoiets. Ik kan het niet zo heel goed nadoen. Maar, dan doe je het gordijntje open. Maar je ziet hier natuurlijk helemaal niks. Het is gewoon zwart buiten. Echt zwart. Maar dan mag je niet, ja, mag ik dat zeggen? Ja. Donker. Heel donker. Het is donker buiten. Nou, hier hebben we gestaan. Naast het huisje. En
We gaan weer een stukje zuidelijker. Een beetje kilometers maken, want hier is niet, ja, er is genoeg te zien, maar we willen in het zuiden wat meer tijd nog gebruiken, zeg maar. Dus we gaan een stukje rijden totdat we het zat zijn. Totdat ik het zat ben. Als Jacques het zat is, dan stoppen we over 10 minuten al. Nee, schat. Bedankt voor het kijken weer, dit was hem weer. Vond je hem leuk? Geef dan een duimpje. Tot morgen, de mazzel.